In Beekdalen, mijn hart gaat sneller kloppen van verenigingen die actief zijn, vrijwilligers die ontzettend actief zijn erin. En dan niet alleen bij verenigingen, maar zeker ook bij andere projecten die draaien binnen de gemeente. Ik denk dan aan huiskamerprojecten, niet alleen verenigingen natuurlijk, maar ook ik denk aan de tennisclub Schimmert, die zelf alles over gaat nemen en alles in eigen beheer doet. Bij de veldwachter in Amsterdam, die hebben alles zelf verbouwd. De burgerinitiatieftafels die toch wel groeien en die steeds meer bekendheid krijgen. Er komen steeds meer nieuwe ideeën. Nou, daar ben ik enthousiast over. Maar ook deze omgeving. Deze omgeving, mijn hart klopt hier ook. Ik ben een beetje hobbypiloot met modelbouwen, maar daarvoor ook deze locatie. Zweefvliegen helaas vandaag niet, maar goed, als de zon uitkomt, dan gaan we dat ook weer doen. De komende jaren hebben wij ons gefocust, of willen wij ons gefocussen op een aantal zaken. Los van bestuurszaken, bestuurlijke zaken, zoals een financiële balans die anders moet, die naar ons beter moet, moet de burger meer centraal komen te staan. Dus laat ze weten wat je doet binnen die gemeente, zodat ze weet, hey, dan wordt mijn straat opgebroken, dan weet ik wanneer het gaat gebeuren en dan weet ik ook wat ik kan verwachten. Het zijn kleine dingen, maar het kan gewoon gebeuren. Ja, wat ook belangrijk is de veiligheid van mensen op straat, handhaving. Er zijn steeds meer toch wel klachten die binnenkomen. De politie trekt zich steeds verder terug naar de kerntaken. Handhaving is toch nog niet wat we moeten hebben. Maar ook de burgers moeten zelf hieraan meewerken. En dat kan ook als je het aan de gemeente inricht. Een ander punt is het wonen. Het is een hot item binnen heel Nederland, maar we wachten veel te lang. Laten we nou eens gewoon beginnen met daar liggen. Plannen die liggen al jaren. Ik denk aan Schimmert, volgens mij ook Amsterdam zijn nog wel plannen. En daar gaan ze overigens nu beginnen bij de Gijzelaar. En dat is goed natuurlijk. Maar er zijn ook woningen die omgetoverd kunnen worden voor jong en oud. Er zijn bedrijfspanden die omgetoverd kunnen worden. En we praten veel te veel. We moeten gewoon beginnen. Nou, een ander item van ons, en dat staat echt hoog op de lijst, en daarvoor hebben we ook een jeugdige bij onze partij gekregen en een prominente plaats gegeven. Dat is de jeugd. De jeugd verveelt zich, zeker in coronatijd, doen andere dingen, zit alleen maar op pc's, terwijl zoveel zaken kunt regelen. En als je kijkt, en dan klopt mijn hart daar ook wel wat sneller van, het Jirs in Schinnen. Dat is een heel actieve jeugdhonk. Dat gaat geweldig en ik denk dat je dat binnen de gemeente verder kunt uitbreiden. Niet het Jirs natuurlijk, maar wel op andere manieren, binnen de eigen kernen. Laat de jeugd vooral zelf meedenken hierin en ga het niet voor hun bedenken. Dat is wat ik wil meegeven. De afgelopen jaren, wat goed ging, dat is in ieder geval dat Beekdalen op de kaart staat in de regio. Dat moeten we gewoon vaststellen. En verder de versteviging van de kernen, dat neemt toe. De burgerinitiatieven nemen toe. En de verenigingen, ondanks corona, hebben ze zich toch samengepakt, praten samen en slaan zich hier doorheen. En dat is een applaus waard. We gaan ons sterk maken als Beekdalen Lokaal. Ik samen met mijn partijgenoten voor een goede communicatie met burgers. Laat ze weten wat wij doen. Verder willen we met de jeugd aan de slag. Misschien in een dorpsraad, misschien in een ding, maar laten hun mee besluiten. We willen hun dichter bij de politiek betrekken. Wonen is een hot item. We willen kijken hoe we in Beekdalen jong en oud kunnen laten wonen, verblijven en hoe we dat kunnen gaan inrichten. En tot slot, we hebben zeker de verantwoording voor een financiële goede balans tussen in- en uitgaven en vooral de uitgaven. Als je gaat stemmen, dan neem je verantwoording en doe je mee. Dan steun je ons als lokale partij en kunnen wij uw visie overbrengen in het beleid van de gemeente. Stem daarom op een lokale partij, no nonsense, want we staan dichter bij de burgers dan gewend. En als u daar een keuze moet maken, stem Beekdalen Lokaal, lijst 3.